Dames en heren, een goede avond. Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de laatste voorstelling van het openluchtspectakel De Merolus hier in Westerlo. Na 6 maanden van intensieve voorbereiding, 10 voorstellingen, 12.500 toeschouwers, valt het doek definitief over dit openluchtspectakel. Deze 500 acteurs, een 200-tal mensen achter de schermen, hebben deze periode het beste van zichzelf gegeven. En dat verdient een grote dankjewel en een groot applaus. Nu deze laatste voorstelling willen wij jullie ook een kijkje achter de schermen geven. En willen daarom ook alle medewerkers op het podium roepen. Maar eerst wil ik graag het woord geven aan de burgemeester Guy van Eftum, die samen met schepen Philippe Vreese onze ankerpunten waren in het gemeentebestuur voor de realisatie van dit project. Dames en heren, jongens en meisjes, jullie zijn inderdaad getuigen geweest van de laatste...